Morgens vroeg uit Nederland vertrokken, 's avonds al op wacht. En dat betekent dat je een bed hebt gevonden in een prefab, het terrein in de directe omgeving hebt bekeken en dat je nu op wacht staat in het kotje op de post waar je de komende 4 of 6 maanden door zal brengen. Niet met de Nederlandse vlag in top, maar onder de vlag van de Verenigde Naties. Een van de voornaamste taken van UNIFIL is het waarnemen. Met het blote oog, de gevechtsveld bewakingsradar en de verrekijker. Drie negen hier 7-1, over. Hier 7-1, ter verduidelijking voorafgaande bericht. De Sherman tank van stelling Alpha heeft zijn plaats voor 5 minuten verlaten. Over. 4-3-9, roger. Alle meldingen komen binnen op de bataljonscommandopost, waar personeel van de sectie 3 de berichten analyseert en eventuele tegenmaatregelen besproken worden. Daarna kan tot actie worden overgegaan. Is er een hier 9, wacht. Weer hetzelfde als 2 dagen geleden. Ja. Vanuit die richting op deze driesprong van Wallis. Hij heeft voorgesteld om nog een positie in te nemen hier. Mogelijk dat kunnen combineren met een actie van 6-9. Ja. Oké. Hoe sterk is die patrouille van 7? Nee, hij heeft hier 7 man en hij kan met bochtpositie normaal innemen. Oké. Geef door aan 6-9 Romeo dat hij Sierra 2 bezet. De coördinatie voor de actie is bij 1-9 Romeo. Ja. Oké. 1-9 Romeo hier, 9. De u voorgestelde actie akkoord. 6-9 neemt Sierra 2 in. Coördinatie geschiet door u. Over. Hier 1-9 Romeo, roger. Er worden ook regelmatig patrouilles gelopen, overdag en vooral ook 's nachts. In dorpen en in dikwijls moeilijk begaanbaar terrein. Stafwacht peloton, middagpatrouille Oud-Haries en omgeving. Patrouille. Vanaf tijdstip 2 uur tot plusminus 4:30. Speciale controleobjecten zoals bekend uit de afgelopen tijd. Denk bij het patrouillelopen aan de goede afstanden, voortdurende waarneming en meld alle bijzonderheden. Aan iedere patrouille gaat, net als in Nederland, een grondige inspectie vooraf. Extra aandacht wordt besteed aan de radio, de munitie voor val en mag en aan het verbandpakje dat duidelijk zichtbaar gedragen dient te worden. Goed, wij gaan ons zo dadelijk opstellen buiten de poort om de wapens te half laden en daarna aan te vangen met de patrouille.
Halthouder komt voor. Naast elkaar. Wapens in de heup. Eerste veiligheidsmaatregelen nemen. Ja. Half laden. Mag koppel, mag half laden. Wapens in draaghouding controleren of je op zee staat. Klaar? Voorwaarts. Een andere manier om het ons toegewezen gebied te controleren is het roadblock. Dit is een wegversmalling met een versterkt wachthuisje waar al het passerende verkeer wordt gecontroleerd. Een aantal van deze posten is gelegen in citrusplantages langs de kust. Andere langs de wegen in het binnenland. Ze zijn continu bemand door 3 personen, bij mooi en bij slecht weer. 1 die de controles uitvoert, de 2 geeft dekking aan de man die controleert en de 3 man in het wachthuisje, bewapend met de mag, let op de totale omgeving. Deze wijze van controleren gaat door bij dag en nacht. Regelmatig worden er in het gebied winkels gecontroleerd of huiszoekingen gedaan. Dit alles om onze veiligheid en die van de bevolking te waarborgen. MUZIEK.